En welkom bij de nieuwe weekvlog. Normaal hebben jullie natuurlijk altijd Tessa, maar Tessa is niet lekker. Ik hoop niet dat ze corona heeft. Ze heeft ook vooral buikpijn en is heel erg moe. Nou, ze moe zijn wel een corona dingetje. Dus inmiddels hebben we besloten dat als het morgen niet echt beter is, we dan toch maar een test gaan aanvragen. Hoewel ik niet verwacht dat ze het heeft. Dat betekent dat ik alleen op stal ben. Ik ga rijden met Vroontje. Die heeft dat wel weer nodig. En Blondie mag straks samen met Vroon in de molen. En dan doe ik ondertussen de hapjes. En dan ben ik only the lonely op stal. En dat is best wel een beetje gek. Nou, Vroontjes in de molen. Want dan kan ze Blondie gezelschap houden. Hey, mee! Kom! Joehoe! Ja, goed zo! Kom maar! Zondagochtend, 8:30, de zon is op, dus we kunnen video opnemen. Tess en ik gaan naar het Uithoefbos wandelen. Want we gaan de video van... Van Boris. Het is altijd moeilijk om dit soort video's op te nemen, daar word je ook nooit blij van. Het is ook een mooie afsluiting, denk ik. Het zet in ieder geval je gevoelens ook een beetje op een rijtje. En buiten dat willen we het natuurlijk ook even met jullie delen. Maar goed, het is nooit leuk. We zijn inmiddels hier op stal aangekomen. We gaan nu de paardjes in de stapmolen zetten. Hallo, je bent gelijk op de video. Wat is er? Nou, ik kan pas 9:15. Zo kort voor 7 dan zeven. Daarvoor is helemaal geen tijd. Wat zei je? Daarvoor is helemaal geen tijd. Nee. Laat eens het beeld zien, want ik zie nu alleen maar niks. Ja, maar als ik zeg dat daarvoor helemaal geen tijd is, dan is er daarvoor helemaal geen tijd. Ik zie het. Ja, dan zul je moeten rijden. Oké. Okay. Ja, wat wil je zeggen? Dat ik me niet lekker voel en dat het best naar is. En wat is dan een betere oplossing? Weet ik niet. Later terugkomen. Ja, maar als we, het is nu dus de komende 2 uur helemaal vol. Ja. Dan zet je Veroon erop en dan doe je ondertussen de stapmolen en de hapjes. En loszetten. En dan wachten we maar even. Ja. Oké, is goed. Doen we dat? Ja. Oké. Doei. Oké, doeg. Wat ik dus wilde vertellen is dat ik aan een nieuwe serie wil beginnen. En dat is de serie Ponyouders. En ik zal het vaak over ponymoeder hebben. Omdat ik nou eenmaal een ponymoeder ben. En geen ponyvader. Maar we hebben ook een ponyvader. Dat is de vader van Tessa. Alleen die gaat niet zo vaak mee naar de manege. Wat is mijn doel? Mijn doel is om andere ouders te helpen in het ponyouder zijn. En dat is meer vanuit mijn eigen perspectief. Dat ik heel vaak met andere ouders gesproken heb. En zeker bij mensen die net pas een paard of een pony hebben gekocht voor hun dochter of zoon. Heel veel vragen hebben. En dan niet per se weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Of ja, ik weet ook niet altijd. En dan vraag je dat. En dat wil niet zeggen dat je het antwoord altijd zal bevallen. Maar de ene ouder doet het op zijn ene manier en de andere ouder doet het op de andere manier. Ik denk dat alle manieren op zich goed zijn. Ik ga je dus alleen vertellen hoe ik ermee omga. Dat is dus puur ervaringsdeskundige. Daar kunnen jullie feedback op geven als je dat leuk vindt. Want misschien heb je wel een beter idee dan ik. Dat mag dan uiteraard hieronder in de comments. Ik hoor ze ook graag, want ook voor mij is het een leerweg. En die duurt nu al, Tess is 13, dus ze begonnen met 7. Dus die duurt nu 7 jaar. Zeg ik dat goed? Nee, 6 jaar. Die duurt nu 6 jaar. In die 6 jaar heb ik al heel veel geleerd, maar ik denk dat ik nog lang niet uitgeleerd ben. Het is vandaag maandag. Ik ben hier samen met Verona. Ik ga Verona even logeren. Ik heb hier een lijn en een zweep liggen. En Verona die gaat ze zo liggen, denk ik. En als ze dan even heeft gerold, dan ga ik er logeren op freestylen en dan... Oh. Ja.
zo. Het is vandaag woensdag. Vandaag heb ik een dagje vrij school thuis doen. Ga ik naar Bianca toe en heb ik springles. Ik ben Blondie aan het klaarmaken om zo in de trailer te gaan. En dan springles. Blondie krijgt nog even lekker snoepjes. In de trailer van de Boer on Tour. De trailer is gesponsord. Ja, we zijn er weer. Funky komt ons al begroeten. Hey, nou, vertel eens, hoe gaat het? En het is nou een week of vier geleden, vijf, dat we hier zijn geweest, hè? Met springen heeft ze bijna niet meer geweigerd. En als ze weigerde, dan zijn we meteen moest er overheen. En de keren daarna deze is ook gewoon. Ik ben ondertussen ook nog naar Roos Dyson geweest. Ja. En die heeft ook nog wat aan mijn houding gedaan. Ja, want zei ik zat Roos eigenlijk te veel naar achter zat. Ja. En ook meer naar voren moest zitten. En ook dat ik mijn handen te laag deed. En ik moet nu ook wat hoger houden. En vooral ook de bal van je voet, denk ik. Ja, en ik zat heel erg zo bij mijn teen. En nu heb ik dat niet allemaal al gezegd? Dat heb ik allemaal gezegd. Ja, ik denk er zijn volgens mij wel bekende dingen die ik ook zou kunnen gezegd hebben. Inderdaad, handen voor het zadel boven de schoft, steunen op de bal van je voet, niet achterover zitten, gewoon recht. Gewoon voor schouder, heup, hak. Ja, maar het is natuurlijk iets anders als je dat 2 uur naar je hoofd krijgt, als dat je dat tussendoor dat op moet pikken. Dat is wel even inderdaad, maar daarom is het ook heel goed, sowieso even iemand die daar specialist in is, om daar even te laten komen en die dat te laten zeggen. En plus daarbij, ook ter bevestiging. Niet van Bianca, die zwets maar wat. Een klein beetje. Het is wel fijn als iemand anders het ongeveer hetzelfde vertelt. Iemand totaal er los van staat en die zegt gewoon hetzelfde als wat Daan zegt en wat ik zeg. En dan dat je denkt, oh ja, Funky, let je op. dat is wel prettig. Nou, zullen we dan maar eens gewoon gaan rijden? Ja. Nou, rijden dan, stappen. Let op die handen, hè? Want ik zie nou al af en toe die handen een beetje zo richting je been gaan. Gewoon voor je. Niet ermee bezig zijn dat je dat kopje naar beneden wil hebben. He, je moet nagevelijkheid, die jouw pony aan de teugel loopt, dat hij dus in de krul gaat lopen. Moet je niet zien als een doel van het paardrijden, maar dan moet je zien als een gevolg van goed paardrijden. Dus als jij jouw pony goed van achteren naar voren rijdt, dan komt die nagevelijkheid vanzelf. Maar ga je denken, ja maar hij moet aan de teugel, want dat is goed. Dan ga je dat doen. En dan ga je hem eigenlijk een beetje in een knikje trekken. En dat is heel beluidend, want het is mooi als hij dat doet. Maar hij doet het dan wel op de verkeerde manier. Snap je? Ik weet weer wat ik wil zeggen. Hè? Ik weet weer wat ik wil zeggen. Nou, wat wil je zeggen? Ik moet meer met de beweging meezitten. Dus eigenlijk ben ik meer gewend om gewoon stil op de zadel te zitten. Ja. Maar voor een paard is het makkelijker als ik zelf ook meebeweeg. Ja, tuurlijk. Ja, voor jou is het natuurlijk, maar voor haar niet. Voor mij was dat echt een heel heet nieuw weer. Maar wat heb je dan zelf heel erg veranderd daarin? Dat ik met stap, draf, loop heel erg veel meer mee zit. Vooral ook met het doorzitten. Ja. Dan met doorzitten zat ik. Maar dan moet je eigenlijk mee met de beweging. Ja, als je daar gewoon gaat zitten, ga je butsen. Ja. Maar ik dacht dus als je mee met de beweging moet je ook. Ja. Maar dat was dus nee. Nee, je moet eigenlijk het zadel maakt een schommelbeweging en die moet je volgen. He, en die schommelbeweging is een stap zo en een draf een beetje zo. En een galop is het echt een rollende beweging. He, dan gaat het zadel en die beweging moet je inderdaad volgen vanuit jouw heup. Ja, dat was voor mij een hele nieuwe wereld. Hele nieuwe wereld. Hey, ik zie ondertussen ook dat je een beetje op moet letten dat je druk op je beugels houdt. Dat je, want dan heb je een beetje geneigd om je been wat naar achter te leggen en dan komt jouw hak ook een beetje omhoog.
Dus druk op de beugels houden. Kijk, je hoeft je hakken niet uit te drukken. Je hoeft je hakken niet... Daar werd nog wel eens ooit gedacht van, dat je bijna zere enkels kreeg. Maar dat hoeft niet. Maar je moet wel je zool redelijk horizontaal kunnen houden. Ten opzichte van de grond. Hè? Dus, en dat je dus op je beugels echt steunt. Dat je voelt eigenlijk alsof je op de grond staat. Zo. Hè, dan voel ik ook nou dat ik echt op mijn voeten steun. Kan niet anders, want ik heb niks om op te zitten. Maar jij kan ook nog op je billen zitten. Dus zit op je kont en steun op je beugels. En verder niet ergens iets klemmen of iets. Vooral niet met je knieën, met je bovenbenen. En je hebt je best wel veel grond opletten. Je hoeft je niet heel geforceerd je knieën van het zadel af te houden. Maar je moet opletten dat je hier dus die spier aan de binnenkant van je knie niet aanknijpt. Je mag hem wel tegen het zadel leggen, maar als jij namelijk dat een beetje doet, komt jouw onderbeen juist iets van je paard af en dan moet je je been gaan geven door je benen achter. Ja? Ja. Dus met je onderbeen benen. Je moet, kijk, je moet, als ik zo op een paard zit, je moet eigenlijk een beetje O-benen maken. Als ik op een paard zit, kijk, zo kan ik met mijn onderbenen been geven. Maar als ik mijn knieën aanknijp, kijk, dan zie je wat er gebeurt, ik ga mijn onderbenen naar buiten. Nou, om dat weer bij mijn paard te kunnen, moet ik dus mijn benen achter gaan leggen. Snap ik? Ja. Dan lukt me aan deze kant wel, maar aan deze kant lukt me een soort van... Komt dat? Het is anders gevoel. Anders gevoel? Ja. Of zit ik precies hetzelfde? Ja. Ja? Je doet die, heb je je voet iets meer zo aan die kant. Ja, dat doe je zo. Druk op je, gewoon druk op je beugels houden. Dus druk op je beugels. Doe eens een keer... Jouw benen helemaal zo van het zadel af, allebei. Oh. Zo, gewoon even een keer. En dan rustig aanleggen. Weer rustig aanleggen, onderbeen aanleggen. Zit op je kont. Zit op je billen. En dan dus eigenlijk nog een keer allebei je benen. Even rustig van het zadel. En weer rustig aanleggen. En dan denken die onderbeen aanleggen. Nou, steun je ook weer op allebei je beugels. En je zit nou gewoon goed recht. Ja. Dus steun op je beugels, zit op je kont, niet knijpen met je knieën. Toevallig net een Instagram post over gemaakt, over knijpen met knieën. Ik moet straks maar eens even kijken. Ja? Ik ga wel terugweg even kijken. Let op dat je die binnenhand dan, als je denkt aan galopperen, zie ik af en toe jouw binnenhand richting je been verdwijnen. Opletten dat je die handen gelijk voor je houdt. Ja. Goed, dan gaan we een keer rechtuit galopperen. Een keer rechtuit, de binnenhoefslag. Wat? Volte rijden, even volte. Even weer doorzetten. Hij kan dan een keer schrikken, dat kan gebeuren. Maar je moet even dan doorgaan, dan ga je daar even naar volte. Nou. En nog een keer langs, want er is eigenlijk niks aan de hand. Gaan we waarschijnlijk een geluidje horen. Prima. Dan gaan we hier even de trap. Even iets verzamelen in de galop. Tellen we lang maken, mooi op je billen blijven zitten. Verzamelen maar ietsjes in de galop. Contact houden en de volk houden. Druk we eraf, hè? Tessa, doe jij ooit meetellen met de galopsprongen? Dus ja, ik heb wel eens gedaan, maar in de laatste tijd is dat weer wat minder. Maar ook gewoon zeg maar als jij dus, breek mijn nek even. Als jij naar de hindernis rijdt, dan gaan we daar linksom. En daar bij M kijk je al een beetje deze kant op, hè, ongeveer bij M. Kijk je al deze kant op en dan doe je gewoon, doe maar hardop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hardop meetellen. Waarom is dat belangrijk? Dan ga jij een beetje die galopsprong voelen onder je. Dan ben jij er wat bewuster mee bezig wat er onder je gebeurt, hoe de galopsprong is. Als jij dat heel veel doet, dat tellen, ga jij op den duur makkelijker die afstand zien. Dan krijg je iets beter ritmegevoel van. En van ritmegevoel ga je makkelijker je afstand.
Je moet hard optellen, Tess. Ik zag jouw mond wel bewegen, maar... Veel harder. Oké, ik stap het. Ik zie dat je mond beweegt, Tess. Goed. Bij elkaar. Ik zie dat je mond beweegt, dus ik zie dat je meetelt. Dat is heel goed. Maar probeer ook even dat ik kan horen. Dat ik kan horen of je in het goede ritme telt. Ja. Ja? Dus boven de machine uit. Dat geeft niet. Dan versta ik jou toch ook? Ja, oké, dat is waar. Gewoon 1, 2, 3. Super gereden. Gewoon heel dapper mooi naar voren. Dan kom je ietsje groot. Maar was wel goed. Dan. 1, 2, 3. Oh, oh, oh. Je voelde hem eigenlijk al een beetje, dan gaat hij wat remmen. En dan denkt hij, als jij hem voelt dat hij eigenlijk al zelf langzamer gaat, even wat sneller zijn. Ja. Kan je eroverheen willen? 1, 2, 3. Super, heel stoer. Goed zo maar. Met wat zou ik het kunnen verbeteren dat als ze een raar sprongetje maakt in een parcours, dat ik dan daarna... zonder dat gewoon verder gaan. Zonder dat... Ja, ik denk gewoon dat het voor jou een kwestie van heel veel doen is. Ja. En proberen het dus erover na te denken, hè, wat er straks is gebeurd. Nou, wat gebeurde er? Hij draaide met zijn lichaam. Eigenlijk gebeurde er niet zoveel. En dat je dan denkt van ja, waarom raak je in paniek? Ja. Uit balans. Ja, je was even uit balans, hè. Dat is een beetje eng gevoel. En dat je dan denkt, maar ja, eigenlijk zat ik weer snel goed. Ja. Eigenlijk, en we noemen dat dan relativeren, erover nadenken, eigenlijk was niet zoveel aan de hand. Ja. En dat je dan denkt, als zoiets nog eens gebeurt, dat is vervelend, ik zit weer terug in balans, heb door. En de volgende hindernis doen we wel goed. Ik vond het heel leuk om weer een keer een parcoursje te springen. Want op de arc oefenen we heel erg met lijntjes en heel erg... En oefenen wij heel erg naar... het parcours toe, maar doen we niet echt parcours. En omdat ik heel veel oefen, heel veel overgangen oefen en aan het voorbereiden ben naar de parcours toe, gaat dit ook een heel stuk soepeler en fijner, waardoor ik het ook gelijk een heel stuk leuker vind. Want als Blondie de hele tijd zou gaan weigeren en ik ga nu zo. En balkjes eraf gestoten, dan is het parcours ook gelijk al wat minder leuk, voor mijn gevoel. Omdat als het goed gaat, is het sowieso al fijner. En het is natuurlijk ook weer heel erg leuk om weer de les van Bianca te hebben. En het is heel erg leuk. Dat is mijn huisgenoot. Wow, interessant. En het is ook heel erg leuk om weer een keer een parcours te springen. En ergens anders te springen. Ja, allemaal van dat soort dingen. De test is niet zo lekker geweest van de week. Dus Rebecca heeft deze week voor Blondie gezorgd. Dus ik ben vandaag vooral even gaan we eerst op zoek naar het gevoel en een beetje de ontspanning. En als we die hebben gevonden, dan kijken we weer of we daar een stukje buiging en wat meer wijken met mee kunnen pakken. Dus kijk eens of je nu een schijnovergang kan rijden. Dus bijna naar de stand en dan weer naar voren. En het liefst... Dus zorg dat je je niet in je zit en in je arm druk maakt dat je denkt hij moet aan de teugel. Nee, hij moet mooi door zijn lijf. Even kijken, dus let goed op het test dat we niet die neus, die kin naar de borst krijgen. Maar dat we juist die oren willen we laten zakken omdat we die ontspanning over de rug willen. En dan die neus willen we wat naar voren omdat we bij, met onze tuiten bij de buik die voorwaartse drang op willen zoeken. Zo, dit is even belangrijk, hè? Dat we dit gewoon echt bevestigd voor elkaar hebben. En dan eigenlijk, als je hem zo rijdt, loopt hij bijna heel de weg. Eigenlijk willen we hals strekken en zij loopt in de wedstrijdhouding.
Dus eigenlijk zijn wij niet bezig met we willen hem aan de teugel, maar we willen ontspannen. En dan pakt zij daar heel mooi eigenlijk die goede houding. Goed zo, hartstikke goed gereden, super. Wij gaan nu naar huis toe en morgen Sinterklaas vieren. Woehoe. Dus bedankt voor het kijken naar deze week vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Klik op abonneer, knop en als je toch bezig bent, klik op belletje. Het belletje is aan thuis, dat vind ik heel erg fijn. En zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondag video. Doei doei!